niet van gevaccineerde mensen verwachten dat ze wachten met leven totdat de laatste prik is gezet? Laten we als Nederland een voorbeeld nemen aan Israël, waar gevaccineerde mensen weer toegang krijgen tot het maatschappelijk leven. They're making this green passport where half the population cannot get into theaters or malls or all sorts of things unless they've taken the vaccination. They're creating a medical apartheid. In het bijzonder jaar 1941, waar niemand meer mag zijn, maar waar iedereen iemand moet zijn. Het jaar van de persoonsbewijzen, een plan dat sinds lang ter departementen lag, maar dat op het ogenblik snel wordt uitgevoerd. Over het vaccinatiepaspoort, daar heeft u het over opgedrongen. Dat is precies een van de dingen waar ik me dan zorgen over maak in de manier waarop u daarover spreekt. Wij dringen helemaal niet zo. Niemand hoeft van ons naar een festival. Helemaal niemand. Ja, langzamerhand kreeg je dingen die je niet meer mocht. Joden mogen ineens niet meer naar parken, cafés. Ook voor Joden verboden. Net als hotels en restaurants. Ze mogen niet naar theater, niet naar de bioscoop, niet naar dierentuinen, het strand, niet eens naar het zwembad. De bibliotheek is voor hen verboden. En het museum en ook nog de sportclubs. Hun wereld wordt steeds kleiner. Moet je mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen corona dingen ontzeggen? Bijvoorbeeld de toegang tot een festival of restaurant. 3/4 van de Nederlanders vindt dat dat moet kunnen. Dus dat gevaccineerden meer vrijheden krijgen. But you don't have a choice. People act like you have a choice. People don't. Israel is leading the way in this vaccination. Right now, if you don't take the vaccination, you're segregated in your job. Your employment's being threatened. There are principals of schools that are saying if your child's not vaccinated, they can not come to school. And all this is illegal, folks. You better know what's coming to your country. It's tyranny. That's all that it is. If I stop to think about it, I will cry, you know? In the meantime, we just keep fighting, you know? Fighting as much as we can. Whatever happens here will happen everywhere.